Jawel, een nieuwe piepshow met eh, uh, twee, ja. nou, weet ik veel, 4, 5, 6 onderwerpen. We hebben veel leuke, nou eigenlijk helemaal niet zo leuke, er zitten al een paar trieste onderwerpen bij, maar we hebben een aantal onderwerpen waar we het ja, over gaan hebben. Kutse onderwerpen. Ja, nee, even heel, heel, heel kort. Uh, het schijnt dat, tenminste dat las ik, dat Microsoft nu der, de 13e oktober, goeiedag, de 13e oktober, uh, Activision Blizzard gaat kopen. Dus dan is het dan Oh, ik dat, echt. dat het nog gekocht was. Want uh, ik nee, heb dat... Uh, het geld is nog niet betaald. Bobby Kortjes komt dan langs en dan krijgt hij een uh, koffer Dan krijgt hij de sleutel gewoon. koffer krijgt hij mee ja. dan wordt de sleutel overhandigd. En uh, okay. dan, uh, ja, dan gaat hij naar huis met 69 miljard in een koffertje. Ja, dan is het opgeleverd. Uh, is, het, is het opgeleverd. Uh, dus daarmee hopelijk dan toch echt een einde. Want het uh, blijft nog steeds een beetje doormorden. Maar waar we het vooral eventjes over gaan hebben... Maar wacht heb ik... even, zit, ja? zit, zit, zit de nieuwe Call of Duty dan in Game Pass? Uh, nee, nee, nee. Da Daar is dan toch die deal met PlayStation. Dus dat duurt echt nog wel 1, uh, twee jaar voordat dat misschien gaat gebeuren. Oh, maar wat Diablo zou bijvoorbeeld nu wel naar de Game, game Pass kunnen komen. Ja. Um, dus we, ja. weet, we weten het allemaal niet. We gaan het allemaal uh, volgen. Nee, waar we het over gaan hebben is even kijken, hoor. Want dit, dit kost maar eventjes uh, wat tijd om in te schakelen. En we hebben het er al de laatste tijd best wel vaak over gehad. Mm -hmm. Kijken of het mij lukt om het goed in beeld te krijgen. En uh, hopelijk zien we het dan ook hier in beeld. Daar is hij. En ik ga nu eventjes op play drukken. Daar gaan we, Boers. Um, dit zijn ze dan. De ze. ontslagen in de gamesindustrie. Anno 2023. Wow. Uh, ja, het zijn er heel veel. In totaal, uh, als je het allemaal bij, me op, bij elkaar optelt. kom je op uh, 6000 mensen. Uh, 5900, sorry. Ja, 5900, bijna 6000 mensen die dus hun baan uh, zijn uh, kwijtgeraakt de afgelopen uh, maanden. En hier heb ik ook nog een leuk staartje weten te vinden. Uh, dit uh, is uh, zeg maar, dat zijn de weeknummers. Uh, bij Gamekings werken we ook altijd met weeknummers. Ja. En um, daar zijn ze. En dan zie je dat eigenlijk elke week wel ergens ontslagen vallen. Nou, vorige week was het zover bij onder andere Epic. 600 man er in één keer uit. Volition. Uh, straks gaan we het hebben over Naughty Dog. Daar zijn er ook 25 uit gebonjourd. En um, meer dan normaal. En de vraag is natuurlijk nu, waar ligt dat dan aan? En uh, moeten we ons vreselijk zorgen gaan maken? Uh, of... Yeah. Wij moeten ons ja, versen. We... Nou, nou, nee, even... Het ligt heel. De, de reden is heel. Uh, we hebben het daar al meerdere keren over gehad. Zeker? De reden is heel duidelijk. Er zit een recessie aan te komen. En ja. een recessie is een um, uh, dat noemen ze ook wel uh, creative destruction. Dat is op het moment dat een, een bubbel barst, dan herstelt uh, de markt zich. Dat betekent dat er uh, um, ja, minder uh, kapitaal voorhanden is. Uh, er wordt minder geld uitgegeven door consumenten. Uh, zakelijke partijen trekken de boek. Broekriem aan. Mm -hmm. Wat weer zorgt voor een soort van domino-effect. Want als je opdrachtgever de broekriem aantrekt. heb jij minder geld. Uh, dus nou ja, goed, dat, dat zie je bijvoorbeeld uh, uh, gebeuren bij uh, de aandeelhouders van. Uh, Um, hoe heette onze Zweedse vrienden ook alweer? Embracer. Embracer groep. Uh, waar um, uh, ook natuurlijk de stekker hier en daar eruit wordt getrokken. Omdat ze zelf minder geld krijgen. Die 2 miljard. Mm -hmm. Die is dan weer weg. Dus um, ja, dat dit is een domino effect. En dit is hoe een recessie eruit ziet. Ja. De wereld is in een recessie. In ieder geval de westerse wereld. En dat, um, ja, dat de, de, niet alleen de gamesindustrie. De hele techsector mm -hmm. zie je dit gebeuren. En dit is pas het begin, uh, J.J. Dit wordt nog veel erger. De, de, ja, de recessie is zeker uh, een, 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 een aanleiding. Uh, ik heb wat podcasts zitten luisteren en, en wat interviews uh, zitten checken van uh, analisten die uh, hier ook een gedachte over lieten uh, op losgaan. En inderdaad, uh, het probleem zit hem in het feit dat in de pandemie jaren waarin gaming in één keer sky high ging iedereen had natuurlijk geen hol te doen die ging allemaal games kopen uh, geld was op dat moment ook gewoon gratis is men enorm aan het expanderen geweest is men niet alleen uh, studio's gaan kopen maar ook extra personeel gaan aannemen van ja je kan niet genoeg personeel hebben want de games moeten snel af worden het geld was gratis er geld was gratis was, uh, uh, en zeker voor die grote partijen die hadden een goede kredietrating hadden ik haalde 0% rente of ja. zelfs negatieve rente betekent dat je gewoon betaald wordt om geld te lenen <laughs> nou wat wat voor effect dat heeft, hebben we gezien. Alles groeit buiten proportie. Ja, en wat omhoog gaat, moet een keertje naar beneden komen. En dat ziet er zo uit. Ja. Uh, er zijn een aantal mensen die het ook letterlijk, dat vind ik wel leuk, die het letterlijk, de, de ommekeer in, in, in deze uh, hoos aan, aan uitgaves, uh, ligt volgens een aantal mensen rond een tweet van Elon Musk. Ja, het is ongelooflijk. Okay. Elon Musk heeft op een gegeven moment namelijk uh, 50% van, van Twitter eruit gebonjourd. We hebben het er ook wel eens over gehad. Ja. Toen is hij gewoon gaan kijken... Uh, uh, en er valt genoeg op of aan te merken: wat gaat er om? Dat uh, er was zoveel personeel en heel veel personeel. Wat, wat krijg je als je eigenlijk te veel personeel hebt? voor wat je doet, dan gaat personeel niks doen... of gaat ja. dingen doen die gewoon niet nuttig zijn... of al dat ja. soort dingen. En hij is feitelijk met een kaasgraaf doorheen gegaan. En dat is eigenlijk voornamelijk wat je nu ziet. Heel veel analisten zeggen van... we moeten ons ook op dit moment... wat je nu ziet is nog niet de klap van de recessie... Van, want mensen kopen nog steeds wel games. Het is ja. vooral... Um, het gaat, er, komt, er komt minder geld in. Geld is niet meer gratis. Dan ga je altijd... wat is dan je grootste kostenpost? Is personeel. Dan ga je, ga je kijken wat kun je weghalen... Dat zien we ja. overal en dan gaan ze gewoon kijken. Van oké, okay, weet je wel, deze klus wordt nu door Willem, Marie en Joop gedaan. Uh, nou, ik denk dat het ook wel door Willem en Marie gedaan kan worden. Dus ja. Joop moet er dan uit. Um, dat is wat je nu ziet. Overal zie je de kaas gaat over. Het is weer 20 daar, het is weer 30 daar, het is weer 10 daar. Het zijn bepaalde afdelingen. Uh, quality assurance gaan ze dan eruit doen van ja, oké, okay, dat kunnen we misschien uitbesteden. Ja. Um, en... Nou ja, en het is natuurlijk ook zo. Kosten vliegen omhoog. We hebben natuurlijk die, die, ja. die, die, die gigantische inflatie en dat is in Nederland ook zo. Het, zo. het is zo interessant, omdat de officiële inflatiecijfers zijn dan lager dan ooit. Mm -hmm. <laughs> Worden dan gecommuniceerd. Het is gewoon gelul. Um, de inflatie is uh, volgens de re rekenmethode die ze vorig jaar gebruikten gewoon nog steeds 9%. Ja. Ze hebben de rekenmethode aangepast waardoor het nu lager dan ooit is. Mm -hmm. Maar dat is helemaal niet zo. De geldpersen staan nog steeds aan. Uh, ondanks dat de rente hoog is, um, ja, inflatie neemt toe. En um, ja, alles wordt gewoon schreeuwend en schreeuwend duur. Uh, ook voor uh, videogameontwikkelaars. Die gewoon zoiets hebben van ja, weet je, salarissen moeten omhoog gaan. Um, weet ik veel, ja. de koffie wordt duurder, de boodschappen worden duurder. Um, ja, ergens moet dat betaald worden. Ja, daar is ook wel op, uh, dat, dat zag je ook al in die verhalen, dat daar ook op, op gekut wordt. Uh, ik bedoel, bij ons bij Ubisoft geweest, daar kregen ze inderdaad en ontbijt en lunch en uh, diner op, op kosten van de zaak, weet je, dat soort dingen. Daar gaan ze dan ook allemaal, ja, ze gaan gewoon snijden waar er te snijden valt. Ja. Uh, er zijn nog een aantal andere problemen. Dat is natuurlijk de richting waarin de industrie toe gaat. Bijvoorbeeld, um, die games die zijn zo, Knijp de duur aan het worden als je daar faalt, dan uh, of zo'n pro project wordt gecanceld. Nu hebben we laatst Jena's uh, uh, gehad. Ja, dat zegt mij ook niet zo heel veel, maar dat is het grootste project met het meeste budget ooit bij uh, Sega. Dat is dan toch ook weer zo'n ja, zo'n zo zo live service game die dan totaal niet werkt. Hebben ze ge gecanceld, dan zit je in één keer met 200 man waar je niks voor, voor hebt. Hebben ze die gecanceld? Die hebben ze helemaal gecanceld, Want ik, ja. heb de, de ik heb de trui meegenomen. Je de trui meegenomen. Een trui, nou ja, goed, dat, heb je, heb, meegenomen. Die meegenomen, dan, dat ja, heb je niet meegenomen. Dat is een collectors item. Trui, uh, die is nu... Van een uh, dode game. Van een gecancelde game. Van een game. gecancelde, gecancelde trui, Dat ja. bedoel ik. Dat, ik zou hem niet dragen uh, in de originele ziel. Nee. Dan, dan is die geld waard. Ja. Dat is dus een probleem. Uh, daarnaast heb je ook nog eens een keer het feit dat uh, de recessie natuurlijk mensen uh, voorzichtiger ma maakt met aankopen. Aan de, aan de andere kant heb je die live service games die zo pleuris lang zijn... dat mensen daardoor ook minder games gaan verkopen. En dan heb je nog eens een keer uh, de subscription uh, model. En ik weet het, uh, onder de community, er zijn heel veel mensen die zeggen... Ah, dat, dat gaat allemaal niet werken en geef mij maar 70 euro games. De perceptie van games, de prijs... Is aan het veranderen. Of je het nou leuk vindt of niet, dat, dat als je het eenmaal in een subscriptiemodel zit, dan krijg je het niet heel snel meer nee. terug. Dus dat betekent ook dat aan de inkomstenkant minder binnenkomt. Het is allemaal, het, is, ja, het zijn allemaal van die niet kleine. Niet alleen de subscripties. ook door, ook door die, weet je, die war zones en de Fortnite. Die ja. games is allemaal gratis. Dus exact. Dan is ook de perceptie van een game dat die gratis is. En dat is waarom voornamelijk de aaa a op dit moment, uh, nou, daar vallen nog niet de massa ontslagen, maar ja, je, er hoeft maar één game mis te gaan en. Daar is gewoon echt een groot probleem. Dus dit is, het is wat ook dat zo, een beetje griezelig. Veel van die partijen, daar is al de kaas gaf langs gaan. Hè? Ik bedoel, Ubisoft ja. is al een keer. Weet je, EA, Activision, daar zijn al behoorlijk wat mensen eruit ge gebonjourd. Ja. Uh, gewoon omdat het slecht ging met die bedrijven. En wat je nu gaat, nu krijg je een crisis bovenop een sector die niet lekker draait. Ja, dat gaat een bloedbad worden. Weet je? We gaan zo meteen echt uh, grote schoonmaak zien. Nou ja, dat, dat, dat is wel het gevaar van... Als, als het op een gegeven moment bare bones is, een bedrijf... en er kan gewoon niet veel meer af. Uh, ja, dan, 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 dan moeten er... studio's compleet gesloten worden. Wat we nu ook al zien hè, bij Embracer Volition. Daar wordt gewoon een hele studio eruit gegaan. De IP wordt ergens anders geparkeerd. Uh, het lijkt me ook niet goed... voor uh, de... de, de, de Werkbereidheid of de inspiratie, de ambitie van gamers op het moment als je een bedrijf zo kaal maakt, kijk maar bij wijze van spreken naar het OV, waar gewoon te weinig mensen zijn om bijvoorbeeld conducteur te worden. Die conducteurs die worden te veel ingezet, worden weer overbelast, die raken weer ziek. Het is een spiraal waar je niet in wil ja. komen zitten. Dus de industrie moet dus met antwoorden gaan komen en dat is gewoon heel erg moeilijk, moeilijk als je dus eerst iets hebt opgebouwd op basis van gratis geld en hele dure games. Maar de industrie komt met antwoorden. Het de, de ding is, de triple niet A de grote jongens, nee, nee. De AAA publishers komen niet met antwoorden. Nee. En je ziet de successen nu echt in de indie scene. Uh, je ziet de successen in de live action uh, uh, games, waar ook een boel indie zit. Mm -hmm. En um, ja, waar je het gewoon niet ziet zijn de triple E grote blockbusters. En er zijn er nog een aantal die overheen blijven. Weet je, we hebben Diablo gezien. Ik bedoel, dit jaar is absoluut een topjaar als je ja. kijkt naar wat voor games eruit komen. En ik heb het idee dat die games het ook wel goed doen. Weet je. Mm -hmm, ik bedoel, zeker? Nintendo doet het goed wat minder dan, dan de afgelopen jaren. Ze hebben ja. fantastische jaren gehad. Maar nog steeds games verkopen als een titel gewoon. Ik bedoel, mm -hmm. Nintendo draait heel erg goed. Um, dan heb je de. Um, ja, weet je, de, 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 weet je. Ik zie nu ook die DLC van Cyberpunk. Daarvan heb ik het idee dat hij het goed doet. Ja, Slag het zo het goed ja. Dus je ziet van alles voorbij komen wat het goed doet. Um, maar dat is inderdaad wat het goed doet. En dat zijn dit jaar. Nou, 15 games die het gewoon triple A, die het heel goed doen. Maar daartegenover staan er gewoon rustig ja. heel veel. die het niet goed hebben gedaan. En kunnen de winsten van die games die het goed doen die ook al heel erg duur zijn... en een heel duur marketing project, uh, uh, traject erachter hebben... kunnen die de verliezen opvangen... van de games die het niet goed doen. Plus er moet natuurlijk een surplus aan geld zijn. Want ja, je moet in je, in je bedrijf investeren. Je moet uh, zorgen dat je financiële reserves hebt. Dus mm -hmm. dat is een beetje het probleem. En ja, uh, ja het, het gaan echt hele spannende tijden worden. Zeker als die recessie aan blijft houden... en nog heviger gaat worden... dan, dan wordt het steeds moeilijker om... Uh, Oplossingen ervoor te vinden, uh, een van de bedrijven die daar nu ook last mee uh, heeft, dat is um, ja, Naughty Dog. Uh, daar zijn ook uh, de afgelopen week 25 mensen uitgegaan. Nou, moet ik wel eerlijk uh, erbij zeggen dat het gaat over quality insurance uh, medewerkers, dus niet per se uh, de mensen die uh, uh, die die die, uh, die 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 ja, die zeg maar aan de last of zelf werken. Uh, ja, hier. Quality Assurance Testing. Dat staat het in. Dus uh, ja, ja, dat ja, is van dat je game... Playtesters. Playtesters. Ja. Nou, dat, dat, dat is meestal het makkelijkst weg te snijden. Want dan zou je altijd kunnen zeggen, oké, okay, er is ergens nog wel een firma in India of in China die ook die game voor mij kan nakijken voor minder geld. Maar dan is, gewoon, dan is er iets uitgekomen. Laatste DLC, weet ik wel wat. En dan is het gewoon nu eventjes klaar voor een paar jaar. En nou ja is het, iets, Die mensen huren we wel weer in als het nodig is. Er is een nog wat groter probleem. Is dat natuurlijk uh, Naughty Dog. Die was bezig met factions. Uh, de uh, multiplayer mode of de multiplayer game, want het is opeens een, een aparte game geworden van The Last of Us 2. En die is nu officieel on ice. Oftewel, het is nu even in de ijskast gezet. Het zegt niet dat ze er niet mee doorgaan. Maar dit game had al een jaar geleden uit moeten komen. Het is een probleem. En dat laat ook weer zien: die gok van live servers, hoe fucking moeilijk het is om een multiplayer maar ik heb het nog nooit zien werken en ook bij nee, Naughty Dog ik, ik, weet je dat was een multiplayer niet. bij Uncharted ja, in de nee, tijd. Ja het was het leuk, het, maar niet het, meer dan dat. Nou, Precies dat, weet je, dat is echt lekker belangrijk. En dus dat, dus uh... de, en dan, dan dan ben ik dan ik vind het dan wel interessant. Maar ik, ja, weet je, ik weet, niet, ik weet niet, ik weet niet of jij het 06 hebt van Neil Druckmann, maar. Ja, uh, ik, uh, ik, ik zou dan wel eens willen weten, is dit iets wat uit Naughty Dog komt van, hé, hey, maar we moeten een multiplayer maken, of is dit vanaf bovenaf uh, opgelegd, wie weet wel door Herman Hulst uh, en 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 Jim Ryan. Van jullie moeten gewoon een live service uh, ik, want het schijnt ook zoiets te gaan gebeuren met de Horizon serie. Hmm. Het moet overal en het laat zien: je kunt niet dat soort dingen gewoon. Um, ja, ik, vind, uh, ik vind het opvallend, het is gewoon te laat. Weet je, ja. ik bedoel, de, de, de live service heeft een uh, absoluut bestaansrecht, maar je moet mm -hmm. zo ontzettend origineel zijn. Wil je daar nu nog iets kunnen doen? Maar dit heeft en, wel tientallen maar, miljoenen euro's verbrand. Ja, nee, of ik snap dat iedereen op die bandwagon wil springen. Ja. Maar het, het maakt nog geen goede games. Kijk, de, de, dat is het vervelende. Fortnite is een, echt een, een, een outlier. zoals mm -hmm. Het is echt een geval apart. Um, omdat Fortnite een game was die. Echt volledig middle of the road, totaal lekker belangrijk was. Die hebben ze gratis gemaakt en ze ja. hebben die Battle Royale mode toegevoegd. En dat was een groot succes. Ze hebben gewoon naar PUBG gekeken en ze hebben dat. Uh, het werkte. Nou ja. goed, het kwam bij elkaar, het werkte. Maar. Um, uh, datzelfde is niet aan de hand bij Horizon, uh, uh, weet je, bij Horizon of bij de um, uh, Last of Us. Dat nee, zijn games die uh, zijn zo groot. Je kunt niet eventjes zeggen van, nee, maar nu gaan we die hele game door elkaar husselen en dan komen we met een battle royale mode ervoor, weet je? Die ja. wil dat. Dat, nee, dat. dat is het. Dat het is de omgekeerde ja. redenatie en dat werkt meestal niet. Je moet iets maken op basis van ik wil een vette battle royale game maken en dat maak je dan en niet zeggen van, oké, okay, een bestaande IP. Assassin's Creed, uh, uh, in dit geval een Horizon of The Last of Us. Oké, okay, uh, hoe gaan we dan multiplayer hier aanpakken? Nou. Het is een story-driven game. Ik bedoel, niemand zit daar op. Te wachten. En weet je en... hoeveel Battle Royale games er zijn? Nee, dat is echt het dat is zijn een gok. Er honderden het, het is een absolute gok. En ja. Um, ja, dit backfired. Nou, dat betekent dus dat er nu tientallen miljoenen euro's zijn verbrand aan feitelijk niks, want die game gaat nooit uitkomen. Uh, ja, dat komt. Dat staat ook ergens in zo'n boekhout. Dat moet ergens ook weer vandaan komen. Dat moet gewoon goed gemaakt worden. Nou ja, dat, ja, daar zie je al het probleem. Dit soort fouten, een aantal jaren geleden met gratis geld, of de jaren daarvoor waar alles goed ging, kon dat dan werd het opgevangen. Vandaag de dag is dat een stuk moeilijker en dan moeten er um, keuzes worden gemaakt. Uh, Cyberpunk had je het net al over. Uh, er zijn nu wat cijfers bekend. Cyberpunk is uh, 25 miljoen keer verkocht inmiddels. De DLC hebben we het over. Nee, de game. Oh, de game. The game miljoen. 25 miljoen. Okay. Um, wat ik een heel leuk gegeven erbij vond is um, dit dat, en dan moet ik even de kop erbij pakken, CD Projekt Red, en um, daar is hij, uh, spent over 80 miljoen uh, oh nee, wacht, dat is, dat, is, dat is 90 miljoen hebben ze, uh, uh, heeft uh, Phantom Liberty gekost. 80, en, miljoen. 80 miljoen, en ze hebben 120 miljoen uitgegeven aan schadebeperking met Cyberpunk 2077. Nou, die, gewoon, gewoon, ja, die, die game repareren, Dus je. Dus, okay. dus, dus op 200 miljoen uitgeven om die shit weer op de rails te krijgen. Nou ja, en Phantom Liberty is dan 80 miljoen, dus, dus 120 plus 80 um, is 200. Is 200 miljoen, ja. En ja, dit laat ook weer zien. Um, aan de ene kant moet je ook wel weer, uh, vind ik het ook wel weer knap dat ze vastgehouden hebben hieraan. Want ja. dit, dit, je hebt het al vaker gezegd van The Witcher. Um, uh, overigens, The Witcher 3 heeft minder verkocht... dan Cyberpunk 2077. Dat wist ik ook niet. Mm -hmm. um, The Witcher is natuurlijk een gedeelde licentie... en dit is hun eigen licentie. Um, Cyberpunk 2077, uh, dat, dat moest gewoon levend blijven. Anders hadden ze acht jaar besteed... aan het maken van een nieuwe IP die meteen gewoon weg was. Ja. Maar je ziet hoe ongelooflijk veel geld het kost... om zo'n ding zoiets dan maar weer helemaal goed te krijgen. 120 miljoen. Ja, dat moet ook weer terug worden verdiend. Hebben ze waarschijnlijk wel gedaan met die 25 miljoen verkocht uh, Maar hoeveel heeft die uh, expansion uh, Phantom Liberty uh, Ja, dat, 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 dat is natuurlijk nu nog niet. Die is vast een week. Is nog een beetje te vroeg. Uh, ik weet dat hij ontzettend populair is. Ik weet dat ook heel veel mensen nu weer uh, cyberpunk uh, juist daardoor ik kopen. ik ben er één van. Ja, en uh, daar moet ik ze dan alweer creds voor geven. Ze hebben, ze hebben hun tanden erin vastgebeten. Hopelijk hebben ze geleerd van die PR-bullshit die ze ooit gedaan hebben. Uh, maar dit was do or die. Um, als ze dit hadden laten vallen, um, dan hadden ze geen IP meer. Hadden alleen The Witcher. Dat staat nu overeind. Ja. Maar het kost wel een fucking hoop geld. Uh, dan gaan we naar Ubisoft. Uh... Afgelopen week kwam het nieuws... Uh, dat vijf uh, medewerkers van Ubisoft... zijn gearresteerd door de Franse politie. Ja, waaronder? Uh, uh, waaronder uh, inderdaad... Uh, Tommy François. Tommy uh, maar... Hebben we nog beelden dat we ergens op terug zijn met <laughs> nee, Tommy? Nee, of, uh... nee. nee kijk, we... we hebben hem nog een keer geïnterviewd. Ja, we bij hebben hem zeker geïnterviewd, ja. Bij de, bij de E3 een keertje. Ja, en ik heb nog eens een keer kaartjes van hem. Tenminste, toen zou ik kaartje voor de E3-party krijgen van hem. En uh, dat kreeg ik toen Ik vond het echt een, een ongelooflijke glibberige gladjakker. Uh, ja, ik, de, de kijk... Wij, we zitten al zo. Wij kenden Tommy. Ja. Tommy werkte voor het Franse equivalent van de box in de ja. tijd. Uh, dus dat was zo'n zo kleine beetje underground TV-zender. Ja. Daar deed hij een uh, programma over videogames. En uh, we waren regelmatig met elkaar op trip. Um, en uh, wat ik zo interessant vind is dat hij uh, gearresteerd is, zelfs door de Franse politie, ja. na een jaar lang onderzoek naar sexual assault en um, ik weet niet of ik dat verhaal moet vertellen, maar het is natuurlijk een episch verhaal dat ik met Jan in Shanghai was. Ja. En toen waren, hebben we het op een zuipen gezet met Tommy Frans. We deden een soort drankspelletje dat je alleen maar een drankje, of als je je drankje in je linkerhand vasthield, dan moest je het één keer opdrinken. Dus hoe dronken je werd, hoe moeilijker het was. Of als je het met je rechterhand vasthield, dan moest je het één keer opdrinken. Dus je moest het in je linkerhand vasthouden. En dat was natuurlijk naarmate je meer drinkt, is dat moeilijker. Dus Jan die kon op een gegeven moment niet meer lopen. Dus uh, ik weet niet hoe het gebeurde, is, maar we zijn teruggekomen in dat hotel. En toen had Tommy die had besloten dat hij Jan wel even naar zijn kamer zou brengen. Ja. Uh, en toen hadden we, we moesten Jan echt dragen, dus dan hadden we hem naar zijn kamer gedragen. En toen zei uh, Tommy van, nou, ik blijf wel eventjes hier bij Jan. Hmm. En toen zei ik, nee Tommy, <laughs> laat Jan met rust. Ja, ja, ja. We gaan. Je weet het niet. Je weet het niet. Ja, je weet het niet. Al... Je, Tommy was trouwens van alle markten thuis. Hè, dus dat is niet. Ja, uh... ja wel, hij was b inderdaad. Ja, ja, hij de had de de mij ook vreselijk lopen flirten. Dat weet ik ook nooit. Nee. Hij hield dat. Hij vond gespierde mannen vond hij ook heel erg leuk. Oh, en, nou, en hij oh. zou voor mij kaartjes regelen. Maar uh, ja. dan moest ik wel met hem mee naar het feest. En dat, dat oh. Maar ja, ik wilde zo graag naar het feest. Maar hij heeft die kaartjes nooit geleverd overigens. Maar. Anyway, uh, hij en vijf anderen zijn inderdaad van het bed gelicht. Uh, ik weet niet of ze inmiddels. Want het is nu een aantal dagen later. Of ze nog steeds vastzitten. Ja. Ze zijn verhoord en uh, de politie doet het alleen als er echt wel ja een soort van verdenking is. En het zou dan gaan om en dat het woord staat hier dan uh, systematic sexual violence. Ja, het is best wel een vrij heftige aanklacht. Dat zou er dan omgaan dat daar uh, ja die frat boy cultuur mm -hmm. uh, dat dat ja systematisch was en en uh, uh, dat daar echt slachtoffers bij zijn gevallen, die dus inderdaad uh, seksueel gemolesteerd zijn. Maar ik, ik ben, weet je, wat, wat ik uh, juridisch wat, wat ik er interessant aan vind. Ja. Want ik wil die beschuldigingen zijn, natuurlijk heel makkelijk geuit. Hè? En dat hoor je tegenwoordig overal de hele tijd. Snap weet ik. je laatst weer ja. tegen uh, hoe heet die jongen die met dat rumblekanaal. Um, uh, help me even die grote krullen. Die Amerikaan of die, die ja, Britse. Okay. Ja, uh, ja, ik weet wie je bedoelt. Die ja. komiek. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. En die. Um, dus dat wordt makkelijk geuit. En dan volg je er nooit meer van, wat van. Want het is heel moeilijk te bewijzen altijd. Ja. Maar hier, als je het hier hebt over systematisch seksueel misbruik. Ja. Van de medewerkers van Ubisoft. Dat is nogal wat. En de politie is dus, die heeft onderzoek gedaan. en er is dus overgaan tot arrestatie van ja. die medewerkers. Het is niet niks. Maar nee. dit, als je dit zo leest, da, dan heb je de, gewoon zoiets van hier schoon. Hier zijn vrouwen verkracht. <laughs> weet ik het? Of misschien wel. Da, dat is dus de jammer verkracht. Ik weet het. inderdaad. Dit, dit is ook wat ik hier, tenminste. Um, of nou, interessant is het verkeerde woord. Maar goed, wat ik. Um, wat aan deze zaak vastzit Of het nou wel of niet waard is, dat is aan de rechteren. Dat gaan we allemaal wel meemaken. Ik bedoel, je hebt gelijk. Uh, uh, het wordt heel, het, 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 Je hoort het veel. En um, ik vind altijd. Uh, als er iets is, dan moet de politie dat af. De, 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 de rechtspraak moet het uitzoeken. En dan krijg je een oordeel. Maar mensen worden al veroordeeld voordat er, uh, wat, uh, voordat er rechtspraak is geweest. En uh, ook al is dan, word je vrijgesproken. Dan ben je inmiddels al eigenlijk helemaal kapot. Dat is het ja. gevaar ervan. Wat ik interessant vind is. Stel nou, stel nou, dat bewezen wordt mm -hmm. dat dit inderdaad op de werkvloer. Dit, dit gaat over uh, uh, Tommy François en Serge Has hè? en Haskouwe zat nog hoger in de boom. Ja, we um, hebben hem wel eens eerder besproken. Ook. Ja, precies. Ja. En uh, kijk, wat, wat uh, onze grote vriend Yves Guillemont de hele tijd doet is van I didn't know, weet je wel. Ik, ik heb het niet geweten en ik vind het verschrikkelijk en we ja. moeten er allemaal aan doen. Maar inmiddels zijn deze mensen nog niet ontslagen. Ze zijn weg, maar ze zijn niet de facto ontslagen. Dat wist ik ook niet. Um, als dit zo Toen systematisch is, zo ontslagen toch? Nee, volgens mij zijn ze weggegaan. Uit zichzelf. Ja, maar er is niet. Tenminste, in dit artikel van Kotaku staat inderdaad dat er niet, uh, nog niet ja, dat er nog niet een officieel ontslag gevonden kon worden. Maar anyway, hmm. het kan niet, laat ik het wel zeggen, het kan niet zo zijn als dit systematisch op de werkvloer was, en zo hoog in de boom en iemand uh, en ik moet even kijken, want ik had het opgeschreven, Ik moet wel de juiste namen gebruiken. Uh, Cornet en Cornet was zeg maar de, de hoe noem je dat altijd? De, iemand die verantwoordelijk is voor het personeel.

HRP, ja precies. Uh, die zei: Eve uh, GMO is oké okay with toxic management, as long as the results of these managers exceed their level of tox toxicity. Ja. Oftewel, uh, hij, hij, hij doet more. zo zijn ogen dicht op het moment als de resultaten goed waren. Als dat zo is, is hij natuurlijk gewoon medeschuldig. Maar laatste, hij is niet alleen medeschuldig, hij is ja. ook verantwoordelijk voor die hele shit bij exact, Ubisoft. Ja. En nogmaals, ik vind het lastig omdat dit soort beschuldigingen zijn. natuurlijk moeilijk. Hey, we moeten ook afwachten. En hier de, weet de de als hier hangen. gewoon twee, uh, weet ik veel, paarsharige troela's aan het huilen zijn geslagen, omdat ze zichzelf als slachtoffer gebombardeerd hebben. Dat kan natuurlijk ook aan de hand zijn. We weten het niet. Maar. Ik heb wel, het, de, de, laat ik zo zeggen, dit is zo hardnekkig. Want we hebben dit soort ja. geruchten voorbij horen komen over Activision, over, over heel veel andere uitgevers. En daar hoor je de nergens. Dan wordt het afgekocht en is het klaar voor de professioneel omgaan. Hier, die beerput blijft maar verder open gaan en er ja. blijft maar meer ellende uitkomen. En dan heb ik zoiets van ja, dat komt waarschijnlijk omdat er echt nog heel veel uh, onder zit. Ja. Uh, ja, tijd dat het op de bodem, tot op de bodem wordt uitgezocht. En dus ik, ik ben ik, ook benieuwd naar de rechtszaak. Nee, nou, absoluut. Uh, rechtszaken. En ik denk ook wel dat Ubisoft ook wel dat daar. Gewoon heel veel, je hebt ook steeds die stakingen binnen dat bedrijf. Daar is heel veel aan de hand. Er is heel veel onrust binnen dat bedrijf. Ja. En um, settlements kan op een gegeven moment ook iets betekenen van dat mensen zoiets hebben Van ik wilde gewoon, ik, ik, weet je wel, ik heb geen zin aan die publiciteit. Omheen, ik ben er klaar mee. Uh, mm -hmm. Ik heb het, ik heb het verwerkt of zo. Ik heb een andere baan. Uh, geef mij inderdaad, ze hebben recht op wat geld en het it, is oké. Okay. Um, in dit soort situaties waar, waar blijkbaar de werkvloer, waar, waar de, waar de, waar de sfeer nog steeds zo vergiftigd is, ja, dan blijft dit gewoon speuren. En nogmaals, een jaar onderzoek, uh, ja, dat doen ze niet als er gewoon niks aan de hand is. Maar, maar we gaan het volgen uh, als inderdaad aangetoond wordt dat er inderdaad een systematisch uh, 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 sexual harassment op de werkvloer was. Dan ben ik heel benieuwd wat Yves Guimau daarover gaat zeggen. Want ja. dan, dan weet ik niet of aandeelhouders ook denken van. Yves, op met die handen, dit wordt te gevaarlijk. Ja. Dan een leuk verhaal over uh, PlayStation. Uh, je zei het uh, een paar keer over IAFC. Uh, nou, ze hebben um, de ene na beste launch van dit jaar. Fysiek. Uh, het verkoopt nog steeds heel erg goed. Maar PlayStation heeft ooit de kans gehad om dit helemaal exclusief te krijgen. Namelijk. Um, dat wist ik helemaal niet. Maar in 1996. Uh, was uh, de ISL, dat was het de, de bedrijf wat de rechten van FIFA verpatste, in dit geval dus aan IA, die is naar PlayStation gestapt. Die zegt: hey wil jij de rechten niet hebben? Mm -hmm. Waarop Chris Deering, die toen nog de baas was. Uh, zij van uh, toen is hij meteen naar IE gegaan. Toen zei hij: Van hey, dit dit is er aan de hand. Uh, ze hebben dat bij ons aangeboden, maar ik vind het niet helemaal zuiver om dat te doen. Waarschijnlijk ook omdat IE natuurlijk heel belangrijk was voor PlayStation als een third party developer. Op het moment als zij hadden gezegd: Oké, okay, geef maar aan mij en ze oorlog hadden gemaakt met IE, had IE waarschijnlijk nooit meer games voor PlayStation misschien gemaakt. Dat wilde niet aan, maar ze hadden dus inderdaad FIFA helemaal exclusief uh, kunnen hebben. Ja, dat is, uh, dat is een. Uh... Maar het is interessant. Want ik, le ik lees even snel. IA ja. uh, uh, was niet fucking amused toen dat gebeurde. Chris heeft het ook tegen IA gezegd wat er gebeurd was. En die zei: uh, weet je, ik ga niet FIFA van je afpakken. Het is jullie deal. Jullie hebben uh, hem het gecreëerd. Die hele brand gebouwd. Um, en op zich is dat wel slim, natuurlijk. Want Chris Dering, die keek naar het grote plaatje. Ja, en die verdient namelijk sowieso geld. Zonder dat hij risico loopt. Omdat het gewoon exact hem En ze maakte en inderdaad een eigen voetbalgame. Adidas Power Soccer van Psychnosis. Die ja, ja. is Psychnosis. Dat was wel een legende vroeger, inderdaad. Ja. Kijk, een goede voetbalgame maken is gewoon niet zo makkelijk. Dus ik denk dat hij slim is geweest door dit niet te doen. Maar het geeft ook weer aan. Wat een ratten FIFA ook eigenlijk gewoon zelf zijn. Weet je, die ja. zijn in licentie. Voor wie het meeste betaalt, die kan hem krijgen. Um, tot slot, deze vond ik ook leuk. Uh, maar, maar wacht even, want, ja, ja, want jij zegt dus dat die, 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 die dat EA uh, FC, dat verkoopt, verkoopt gewoon goed. Verkoopt goed ja. Dus mensen hebben niet in de gaten dat dat de die naam dat nee, doet er niet zo. Nee, nee, er is natuurlijk ook maar één voetbalgame die in de winkel ligt. Want uh, de, uh, de, de PES, wat vroeger PES werd, uh, e-sports, bla 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 of e-voetbal, dat is alleen maar online verkrijgbaar. Ik vind het knap, want ik ja. had het niet gedacht. Ik dacht mensen die zijn zo gewend aan die naam FIFA, die, uh, die gaan echt niet door hebben... dat er een nieuwe game uitkomt. Nou, ik moet het aanpassen, uh, tenminste ik moet het aanvullen. Het is de, het, ze doen het goed, maar het is wel in vergelijking met vorige editie, is het wel geloof ik iets van 20% minder. Dus... Hmm. Maar dat, dat is vies, fysiek, hè? Ik is niet gedacht dat ze maar 10% zouden komen. Dat, ja, het. nou goed. Uh, nee, nee, daarvoor is het wel groot genoeg. Um, hmm. Nee, maar goed, jij heeft natuurlijk ook die hele. Weet je, ze weten elke klant, ze kunnen iedereen een berichtje geven. Iedereen is inderdaad. fut verslaafd. Daarom. Ja, dus ja, dat, dat is een wel. beetje het probleem. Ja. Uh, ja. Dit vond ik ook wel leuk. Uh, dit gaat uh, uh, over uh, digitaal versus uh, fysiek. We hebben het hier vaak over uh, dat inmiddels in Europa en het Westen, lak het zo zo noemen, nummer, het ongeveer 60-40 is. Mm -hmm. Dus het is 60% uh, uh, digitaal, 40% fysiek. Dit zijn de cijfers in Japan. Uh, daar zie je dus dat het daar 30% digitaal is en 70% fysiek. Waarbij met name de Switch. 77% van de mensen koopt hun game. Uh, fysiek. Is ook wel, denk ik, ook wel een beetje verklaarbaar. Doordat ja, de Nintendo e-shop. Ik, ik, ja, ik. ik het is oké okay hoor, verder. Maar ik, het, het voelt voor mij nog niet zo natuurlijk. Omdat ze nee, net was wij hebben begonnen. Voor, voor mij wel, maar er ja. is iets anders aan de hand. Uh, Nintendo is nu bijvoorbeeld ook weer ge, of heeft aangekondigd te stoppen met uh, online support voor de Wii U. Ja, ja. ja. Um, ja en dan, dan weet je gewoon, ik bedoel, als je een game digitaal koopt, dan koop je hem niet voor het leven. En als je hem in een doosje koopt met een cartridge, koop je hem wel, zeker voor de Switch. Ja. Dat is voor de PlayStation 5, is dat anders. Uh, en de Xbox Series X is dat ook anders. Omdat die games allemaal soort van online zijn. Om wat dingen ja, ja, te downloaden. Ja, ja. Weet ja, ik maar um, voor de Switch is het absoluut zo. Dat als je zo'n kartje hebt. Die kan ja. erin. En dat betekent ook dat dat gewoon. Ja weet je. Veel mensen zijn niet alleen gamers. Maar zijn ook verzamelaars. En die willen gewoon dat doosje in de kast hebben staan. Ja. En, en ja, weet je, dat, dat blijft gewoon voor altijd wat waard. Uh, dit, dit wordt natuurlijk heel erg gebracht. Een beetje als van. Zie je wel. Weet je wel. Wat goed dat, dat zij het doen. Ik denk wel op het moment. Uh, als. Prijspeil echt verschil gaat zijn dat ook in Japan dit wel gaat veranderen. Andere kant, je hebt wel gelijk: Japan heeft echt wel een hele sterke gamescultuur, waarbij mensen gewoon een complete game willen hebben, het doosje willen hebben. Er is ja. daar heel veel liefde voor het product, terwijl ik denk in het Westen is die ook wel, maar ook prijs is ook wel gewoon heel erg belangrijk. Ik heb staat voor de switch ook hoor. Ik zou het liefste een, uh, een game uh, fysiek hebben. Dat, ja. Uh, ja. He, hebben alle ja, ja, bedoel jij bent wat vaker in Japan geweest dan mij, ik helemaal niet namelijk. Maar hebben Japanners bijvoorbeeld allemaal high-speed internet? Ja. Ze dat wel. Ja, oké. Okay. Soms kan dan natuurlijk dan niet, ook dat het dat uh. het downloaden van games zo'n problematisch is dat mensen. Nee gewoon... man. Nee, nee, nee. nee oké. Okay. Uh, goed. Nou ja. Uh, Laten we hopen dat het fysiek verloop nog wel even blijft. Uh, want het, uh, ik haal ook nog steeds veel meer van uh, cases dan uh, van digitale codes. Uh, volgende week, Nieuwe Piep show. Ja.